Maar dan gaan we. 3, 2, 1, go! Yo, bewoner van een gamestand. Je ziet nu nog helemaal niks, maar zometeen wel. We gaan vandaag in Mindtopia Live gaan we proberen een real life record neer te zetten. Ik weet niet of dit een geldig record is, maar dat zien we zometeen wel. Ik ga met een auto vanaf het hoogste gebouw afrijden en kijken of we het overleven. En misschien kunnen we nog op een ander gebouw springen. Het is natuurlijk niet echt goed om te doen. Als de politie je betrapt, heb je een heel groot probleem. Maar ja, we hebben dit gedaan om het eventjes te testen. Doe het zeker dus niet na. En we gaan ook nog met een Elytra vliegen door de stad. Dus kijk en enjoy. Hier is het gebouw, het Elytra gebouw. Daar kunnen we mooi vanaf gaan. Oh, maar dit is zo hoog om naar boven te gaan. Dat duurt zo lang. Maar Amy durft er niet naar beneden, ik toch? Ik ben even beneden, dus ik wacht jullie op. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Oké. Okay. Beertje die wil ook een keer, dus we moeten eventjes... we gaan twee keer ervan af. En we gaan kijken of we eerst gewoon het overleven. Max en jij mogen als eerst, hoor. Oké. Okay. En daarna kunnen we kijken dus met Peertje of we het halen om op een ander gebouw te gaan rijden. Oh, jeetje. Dit is echt een beetje raar om te doen, eigenlijk. Ik ben aan het kijken op welk gebouw we straks eventueel kunnen rijden. Maar ik sta hier aan de buitenkant. En als ik mijn shift loslaat, dan ben ik echt heel dood. Oh, dit is eng. Nou, je kan hem loslaten, maar... Ja, maar ik wilde misschien vanaf hier op een ander gebouw rijden of zo. Maar het lijkt me slimmer als we hoe noem je dat? Kijk, we kunnen op dat rode gebouw gaan rijden. Als we een beetje harder rijden. Dan kunnen we daarop gaan landen misschien. Oké, dus Max is de eerste die meegaat? Ja. Oké, there we go. We gaan draaien de auto eventjes. En we rijden van het Elytra gebouw af. En ik ben heel benieuwd of we doodgaan. Ik heb best wel veel waardevolle spul. Ja, het valt ook wel weer mee. Maar ik heb best wel veel bij. Dus 3, 2, 1. Daar gaan we! Wow. Oké. We leven nog. Ik ga weer naar boven. En nu ga ik mijn peertje proberen om op dat rode gebouw te komen. Ik denk dat het net niet haalbaar is, maar we zullen kijken. Nou ga ik samen met peertje proberen eens op dat rode gebouw te rijden. Ik ben heel benieuwd of ons dat gaat lukken. Ik kan peer ook gewoon gaan droppen hier zo. Dat hij eruit valt. Liever niet. En dan gaan we denk ik lekker naar dat rode gebouw rijden. Ben je er klaar voor? Ja. Oh, ik er niet. 3, 2, 1, go! Oké. Okay. Wow. Huh? Wat? Ja, we zitten wel op het rode gebouw, maar er middenin. In die mond, in dat stukje. Nou ja, jammer. Maar we rijden gewoon naar beneden. Nou ja, het is dus niet gelukt. Ik heb nog wel één leuk laatste ideetje. Of ja, dat hadden jullie eigenlijk heel stiekem. En dat is met een Elytra proberen in te breken in de legerbasis in Industrial. Oh, dit zijn wel echt de meest stoute dingen. Oh, ze zijn zo stout. Au, die allemaal kan doen. Nou, we gaan gewoon kijken of het kan. We gaan dus proberen vanaf ons winkelcentrum Center in te breken. Ja, niet in te breken, maar op het dak te komen van de politie. Maar zoals je ziet is dat politiebureau net zo hoog als dit zo'n beetje. Dus dat gaat hem eigenlijk niet worden. Ik heb er geen vertrouwen in, maar ik ga het alsnog proberen, denk ik. Ik zie dat... Goosje zag ik ook. Ja, Goosje, dat is de rechercheur of zo, Rolandia? Of iets? Nee, dat is toch een Teratopia. Oké, dan heeft hij hier niet heel veel te zeggen, hoop ik. Nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ga ervoor en ik heb er heel weinig vertrouwen in dat dit gaat lukken. Maar ja, we will see. 3, 2, 1. Oh nee, ik vind het eng. Oké, ik ga nu echt. 3, 2. Misschien kan ik op het gemeentehuis komen, dan haal ik het sowieso. Nee, ik ga het doen. 3, 2, 1. Go! Oké, ik vlieg. Maar ik vlieg nu al te laag. Ik wil op het gemeentehuis komen. Oh, nee. Nee, ja, ik sta hierop. Ik sta op een ander gebouw. Goosje ziet me ook een beetje. Hallo. Snoepakje, help me. Hallo. Ja, oké, we staan op zijn dak. Ja, kijk, we staan nu dus hierop in Rolandia. Het is niet zo heel hoog. Waar wil je heen? Wat is leuk? Want ik heb net van jullie te horen gekregen dat als ik ver of hoger wil vliegen, dan moet ik eerst een beetje sneller gaan. Dus eerst naar beneden en dan weer omhoog of zo. Toch? Ja. Je moet vaart maken. Eerst vaart maken dus. Oké, nou, hij gaat mij dus, Snoepakje gaat me uitleggen wat leuk is om heen te vliegen. Amy, waar loop je heen? Terrorfood gebouw, waar is dat dan weer? Dat is dat gele gebouw, daar zijn we voorbij gelopen. Ik volg je. Oké, ik ga proberen je hem te volgen. Hij heeft ook een Elytra. Gaat-ie. Wow! Oké. Nou, dat gebouw, dat lukt me wel. Oké, dan kan ik dus ook nog omhoog. Ja, het werkt gewoon. En nu moet ik landen hierop. Ja, ik ben geland. Ik sta op het gebouw, het gele gebouw. Dit was het toch? Is het Terrorfood gebouw?
Ja, dat is terror. Oh, maar dat is een ander gebouw. Dat is een heel gebouw. Ik ben nu bij de Spaan in de buurt. Oh, hij is hier. Hij is daar geland. Ik ben hier. Snoeppakje. Hier achter je. Ja, hallo, hallo. Oh, dit is zo vet. Oké, Elytra is nog gezond. Oké, nou, ik ben hier ook nog veilig afgekomen, gelukkig. Ik denk dat we nu gewoon lekker naar dingetje gaan. Hé, daar is Snoeppakje ook weer, hoor. Ja, politiebureau gaat me echt niet lukken. We gaan gewoon naar Industrial inbreken bij Lego basis. En dan zien we wel wat daar allemaal gaat gebeuren. Oké, ik ben zojuist op deze kerncentrale gekomen. Ik kan hier een ladder omhoog klimmen. En vanuit hier kan ik vliegen. Ik heb de Elytra al op mijn rug. En zo ben ik hierboven gekomen. Het is allemaal niet zo legaal of zo. En er zit hier een gat. Als ik hierin val, zit ik vast. Oh, hier kan ik wel staan. Oké, want hier staan barriers of zo. Hier kan ik niet vliegen. Daar ga ik dan, denk ik. Naar de legerbasis. Ik zie het vanaf hier niet. Ik hoop dat ik het haal. Maar ja, het zal vast wel goed komen. Op het beste. Op mijn leven. Ik hoop dat er niemand in de legerbasis is. Maar dat zullen we zo wel zien. Ik vind het zo spannend. Maar dan gaan we. 3, 2, 1. Go! Ja, ik vlieg. Oké. Ik probeer zo hoog mogelijk te blijven. En ik ga richting de legerbasis. Ik zie hem. Ik zie de legerbasis. Hier recht voor me is de legerbasis. En ik haal het makkelijk. Oké. En ik ben binnen. Ik ben binnen. Oh my god, er loopt iemand. Een Melissa girl zie ik daar lopen. Oh. Ik ging net over barriers heen volgens mij. Ik voelde dat ik al ergens overheen liep. Maar ik ben dus, soldaat zie ik hier, in de legerbasis. Oké, dit vind ik wel heel eng. Hoe kom ik hieruit? Ik vind vast wel een weg om hieruit te komen. Ik wil beneden hier ook wel alles zien. Zou iemand in de legerbasis? Ik vind het heel eng dat Emelisa Girl daar loopt. Maar ik ga nog verder naar beneden, denk ik. En, oh mijn god, inbreken in de legerbasis. Wie doet dat nou? Welke mafkees doet dat nou? Ja, sorry, dat doe ik. Oké, ik ga hier dus verder naar beneden nu. Niemand is hier te zien. Dus, oké. Ik ben beneden. Oh shit, er hangen camera's hier. Zoveel camera's! Oké, weg hier. Ik ben wel heel benieuwd waar dit... Ik ga gewoon even snel spieken, jongens. De camera's, die heb ik uitgezet. Ik heb ze uitgezet. Waar... Wat is dit? Er is zo'n speciale gang voor de trainer. In de legerbasis. Ik ben door een hele gang gelopen. Nu ben ik, lijkt wel, in een andere wereld of zo. Ja, dat is de trainbasis. Oh mijn god, hier trainen ze dus. Dit is groot! Oh, dit is zo vet! Oh mijn god, ik kan hier dus gewoon gaan trainen. Ik kan alles doen. Oh, maar ik ben zo illegaal bezig. Ja, maar oppassen, want... Zo meteen zijn ze er. Nee, ja, heb je ze geroepen? Nee, toch? Dat ga je niet doen, nee, hè? Nee, zeker niet. Oké, dit is de legerbasis. Je moet hier op die dingen parcouren of zo. En zo train je. Oké, ik heb dus mijn Elytra nog op. Oké, ik moet hem wel niet meer gaan gebruiken, want dan gaat hij kapot, denk ik. Ik vind de legerbasis super cool eruit zien. Dit is dus de training. Je trainen ze. Ik ben een beetje in paniek. Een beetje zenuwachtig. En hier hebben we een murus dingetje. Hier gaan ze schieten, trainen. Oké, we gaan weg hier. Heel snel weg hier. En kijken hoe we hieruit komen. Help! Nee, ik ga nog niet een hulp roepen. Nog niet. Ik ga wat drinken, ik heb dorst. Ik kan nog niet drinken. Weg hier. Kantine, zwembad. Wat hebben we hier? Ik wil het zwembad en de kantine wel eens even zien. Oh, wat zie je er leuk uit vandaag. Ja, we gaan weg hier. Doei, zwembad. Niemand staat hier aan de buitenkant. Ik zie geen naampjes. Dat is goed, dat is veilig. Kantine, ook heel erg schattig. Of leuk. Wat zeg ik nou weer? Schattig. Barakken recruiten. Yes. Even kijken. Wat hebben we hier nog? We hebben hier wapendepot. Oeh, wapens. Oh mijn god. Kan ik hierin? Nee, dat zit allemaal op slot. Hier zitten wapens in. Oh, ik wil wapens hebben. We gaan even snel binnen kijken bij het stafgebouw. Hallo, staf. Is hier staf? Oh, shit. Er staat iemand. Ja. Ik zie jullie door de ramen heen. Oh. Zou ik hieruit kunnen komen? Nee, het zit hier op slot. Oh, hoe kom ik hieruit? Er moet toch ergens een weg naar boven zijn? En hier is het zwembad. Ik zag dat we hier omhoog konden. En ik gok dat het ook dicht is. Ja, het is ook dicht. Nee. Ja, hier kan ik omhoog. Nee, maar deze zit ook op slot. Nou, jongens, ik denk dat ik hier gewoon blijf overnachten. Dat ik hier gewoon blijf wonen. En het is goed. Ik blijf hier gewoon. So be it. We zien wel wat er gaat gebeuren. Hopelijk kom ik hier gewoon vrij uit. Als ik er niet vrij uit kom, dan laat ik het jullie wel weten. Dus, oh, misschien kan ik via hier. Via de fontein. En spring. Nee. Ik wacht wel gewoon en het gaat me niet lukken. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Abonneer voor meer. Als er nog iets ergs gebeurt, laat ik het weten. Tot de volgende keer.